kadering. En we zien wel of we gaan tegenkomen of niet. Dus ik ben er niet alleen, maar er is nog iemand die bij mij mag blijven. Dus we zien wel wat er gaat gebeuren. Echt aan het regenen, dus het is niet normaal. Maar we moeten wel droog om te doen. Dus, het is ook wel koud, maar ik heb er jas bij, mocht het nodig zijn. Maar ja, kijk er wel naar uit eigenlijk. Ik weet niet of het gaat lukken, je weet het nooit. Dat is ook als gisteren, dat weet je ook nooit. Maar als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. En ja, het probleem is dat daar dus twee uithangen zijn. Je hebt dus de ene uithang, dat is eigenlijk de school waar dat er ja, wordt gedanst. En de andere kant is de artiestenuitgang, ingang. Maar ja, Julia kwam langs de ene kant buiten, de andere hebben we nooit gezien. Dus dat is een beetje de vraag van hoe ze het in elkaar. Dat weet je niet en dat zit je ook nooit weten. Dus is het ja. Dus hier heb je zo van die. Het is een ziek lopen bij nu. Kijk. Mooi gebouwen. Dus ja. We gaan het wel zelfs wel merken. Hoe het gaat zijn, natuurlijk. Hè. Ik heb trouwens ook gezien dat de lens een beetje vuil was. Dus ik heb hem nu proper gemaakt. Had ik gisteren totaal niet door. Maar nu wel. Er is ook niemand die weet wie ik ben. Er is maar één persoon die dat weet. En dat is die persoon die gisteren bij ook stond. Dus voor de rest weet niemand dat ik hier ben. En dat is ook wel grappig eigenlijk. Niet dat ik dat bewust heb gedaan of zo, totaal niet. Maar ja, ik ben over kop vertrokken. Ik heb wat koekjes en cola meegepakt en vertrokken. De laatste trein is om 23.01, dus die moeten we zeker hebben. Dus dat wil zeggen dat we toch tegen 2:00 moeten vertrekken. Voor de rest hebben we ruim tijd genoeg. Ik hoop dat er ook ergens een wc in de buurt is voor straks. Dus ik hoop het in ieder geval. Hier heb je het Rubenshuis aan deze kant. Dus daar passeren we net. Kijk, hier heb je dan zo'n museumshop waar je alles kunt zo kopen. En dat is hier waar we moeten zijn. Nu moeten we de persoon opzoeken, maar ik denk niet dat hij hier gebleven is. Want het is wel regenachtig, dus gaan we zoeken waar die is, die persoon. Die ga je waarschijnlijk in de vlog willen, maar dat weet ik niet. Ik heb niet gevraagd, maar dat zie je vanzelf wel. Het is echt echt weer. Leuk heb ik je jas bij, toch? Het is wel man. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik ga een foto maken. Ja? Zien ze nu Marten, hè? Voilà. Dit wordt de vlog namelijk. Ah, dag vlog. Alsjeblieft. Dankjewel. Mag ik die aan u geven? Ja, dus... Alsjeblieft. Vonden jullie het leuk, de show? Ja, ja, ik ben gisteren komen kijken en zij zei, we komen vandaag nog eens langs om te komen wachten op jullie. Wat tof. Ja, dus, en binnenkort, ja, en binnenkort kom je naar mijn stad, eindelijk. Echt naar waar? Sinterklaas. Echt? Dan gaan we extra ons best doen, is dat goed? Ja, dat is goed. Tot de volgende keer. We zijn nu transwandelen naar het station. Dus gelukkig hebben we Marten gezien. Dus je hebt gecommuniceerd dat we Marten gezien hebben. Julia was heel rap weg. En, maar ja, die hadden we gisteren al gezien, Julia. En dan hadden we ook nog allemaal gemist. Maar het was niet erg. Maar ik ben wel blij dat we Marten gezien hebben. Ze wachten zoveel tijd en ze ook, ik heb het allemaal zelf ook kunnen horen en doen, dus dat was wel leuk. Dus even eens kijken of dat wel gaat. Ja. Het klepje van de camera is namelijk kapot. Waar ik ze eigenlijk over denken van als ze nu zo tegenkomen, hoe zou je reageren of zo? Dat wel. maar ja, ik ben wel blij dat het gelukt is. En, ja, gisteren de foto van Julia was gisteren niet opgeslagen. Gewoon dat meisje niks aan doen, maar dus ja, nu heb ik een selfie gemaakt heel snel. Omdat ik niet te veel tijd wilde verliezen, eigenlijk ook niet.
Dus ja, ik heb een hele sjaal achter de rug en 4 dagen lang. Dus ik kan het ook normaal niet daar. Ja, ja, zeer. Maar Antwerpen is echt een hele mooie stad eigenlijk. Een hele mooie stad. Het ziet er wel lekker uit weer. Ik ben zeker goed niet. Het is echt wel koud, niet normaal. Het is een mooie station. Waar we naartoe aan het wandelen zijn. En we zijn er dus bijna. En dan nemen we dan de trein. Ik weet niet wat ze noemt. Zeker ook de brandweer staat daar nu wel, maar buiten de brandweer. Het is toch een mooi gebouw eigenlijk. Ik kan niet helemaal tot daar wandelen, maar dit is waar ik nu sta. Op deze plaats. Dat is een goed gebouw eigenlijk. Ik zit nu de trein naar huis. Met gewoon een aantal. Ja, dat zie je toch. Waarom moet je allemaal nog moeten stoppen? Maar we zijn er bijna. Het weer is wel meegevallen eigenlijk, want toen er echt gelukkig niet zo heel geregend. Dus ik zal de foto van Martin eens laten zien trouwens. Ik ben heel blij mee. Ik heb het niet meer. 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 Ik heb het niet meer